Thank you. Hallo, hallo allemaal. Welkom bij de eerste Cinefiel Quizzie. Ik hoop dat jullie mij allemaal goed kunnen horen en zien. We gaan zo beginnen. Ik zou zeggen, laten we nog heel even wachten voor de mensen die door de lockdown een beetje hun tijdsbesef kwijt zijn. Dat heb ik ook wel eens. Even zien. Ik zie je alleen binnenkomen als je even in de livestream iets zegt. Is voor mij wel gezellig. Dan is het wat minder een soort eenzijdige Zoom call. Want ik kan jullie dus helaas niet zien. Jullie leuke gezichtjes. Dus laat af en toe iets van je horen in de chat op de livestream op YouTube. Even zien. Oké. Nou, welkom iedereen. Mijn naam is Fee. Ik ga jullie door deze filmquiz heen praten vanavond. De eerste Cinefiel Quizzie. Ik denk dat iedereen die hier digitaal aanwezig is. Hoi, ik zie jullie allemaal in de comments. Superleuk. Natuurlijk de bioscopen mist. De aanwezigheid van bioscopen zoeken in hun leven mist. Maar het is fijn dat we hier toch samen kunnen komen. Als filmnerds, lokale filmnerds. Om samen iets leuks te doen tijdens de avondklok. Wil je trouwens die filmhuizen wel blijven steunen? Overweeg dan om je Cinefiel abonnement door te laten lopen of om hem weer te activeren. Want het grootste deel van het abonnementsgeld gaat gewoon naar de aangesloten filmhuizen. Dus we willen natuurlijk allemaal dat die er na corona weer voor ons kunnen zijn. Dus laat je Cinefiel abonnement lekker doorlopen. Als de mogelijkheid er is voor je natuurlijk. Hallo mensen. Hoi Patricia. Hoi Kira. Hoi Jasper, hoi Marit, Sanna, Silvio. Hoi put the stars in our eyes. Leuke username. Pak vooral nog even iets te snacken, iets te drinken. Zorg dat je comfortabel zit. Dat je genoeg batterijen hebt op waarop je deze stream aan het kijken bent. En dan gaan we zo beginnen. Even kijken. Ja, laten we beginnen. We hebben drie rondes met het thema huisje, boompje, beestje. De dingen waar we allemaal nu meer dan bekend mee zijn door de lockdown. Of misschien wel een beetje klaar mee zijn door de lockdown. Ook leuk om te weten dat we vanavond ook weer prijzen gaan weggeven voor de mensen die de quiz het beste doen. Laat ik eerst die prijzen eventjes nog doorspreken, dan heb je een beetje motivatie. De eerste prijs is een maand gratis Cinefiel voor jezelf en eentje voor iemand anders die je kan weggeven. We hebben ook dan twee Cinefiel souvenir shirts. Dat zijn deze mooie dingen. Ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Dus daar twee van. Twee Cinefieler patches. Die zien er zo uit. Dit is heel erg beauty vlogger, maar ik hoop dat jullie dit zien. En dan hebben we voor de tweede prijs. Was het maar een film pins? Deze. En was het maar een film posters. Dus dan kan je heel mooi kunstzinnig zo in je eigen huis. Heb je misschien wat meer variatie weer in je kamer waar je nu de hele tijd tegenaan kijkt. Ik ga proberen het wel positief te houden hoor, jongens. Dan hebben we ook nog een derde prijs. En dat is ook weer twee van deze pins. Van was het maar een film. En twee setjes van de Cinefiler patches. Voor de Cinefiler Pride. Die je dan ergens op kan strijken. Daarnaast hebben we ook nog een prijs voor de beste naam. Je gaat straks inloggen op AH-slides en dan kan je je naam invoeren. Wees daar dus een beetje creatief mee, want de beste, leukste, creatiefste naam geven we ook twee van deze Cinefiel shirts, souvenir shirts. Dit wil je. Dus doe je best. Alright. Huishoudelijke mededelingen en regels nog. We doen de quiz dus via AH-slides. Daar kan je je antwoorden gaan invoeren. Je kan inloggen op je computer of via je telefoon. Als je een beetje goed bent in second screenen. Maar let daarbij wel op dat als je eruit gaat of als je per ongeluk wegklikt, dan moet je opnieuw inloggen. En dan ben je dus al je vorige punten kwijt. Dus wees daar een beetje voorzichtig mee. Voor het invullen van je antwoorden is belangrijk dat je ze in het Nederlands invult.
Let daarbij ook even op de spelling en de grammatica, omdat na het verzenden van je antwoord kan je hem niet meer aanpassen. Hoofdletters maken daarbij niet uit en spaties wel. Dus hoofdletters kan je skippen, spaties niet. We gaan er best wel grap doorheen vandaag. Voor open vragen heb je gemiddeld zo'n 30 seconden en voor multiple choice 20. En je krijgt ook meer punten bij sommige vragen hoe sneller je hem antwoordt. En als er film- en audiofragmenten tussen zitten, dan krijg je hem eerst een keertje van ons te zien of te horen. En daarna blijft er een optie staan in jouw eigen AH-slides omgeving om hem nog een keer af te spelen als je dat graag wil of nodig hebt. Er is dus niet superveel tijd om te overleggen voor de filmquiz affectionado's die er tussen zitten en een Zoom window hebben met de rest van hun team waarmee ze niet samenwonen. Dan zou ik aanraden om gewoon individueel in te loggen wel. Dan kan je digitaal natuurlijk altijd blijven overleggen, maar doe de AH-slide wel zelf open. Alright. Dan stuur een enthousiaste kreet in de AH-slide. Ga naar de AH-slide. Als het goed is er een QR-code te zien. Of je kan naar ahslides.com/quizzy in hoofdletters 1. Iemand zegt hotdog als enthousiaste kreet. Top. Kan je die op je hoofd strijken? Ik zou het niet aanraden. Nee. Als je in je browser gewoon naar ahslides.com/quizzy1 gaat. Als het goed is die ook in beeld. Die link, dan zou je hem kunnen openen. Oh, zegt iemand, ik kan niet meer inloggen omdat er te veel mensen meedoen. 277, zo, het is wel lekker druk. Ik ga heel goed op jullie enthousiaste kreten. Dank voor deze publiek participatie. Maar het gaat nog steeds op, dus als het goed is... Any chance to get some English translation? We're really sorry, but we're doing the quiz in Dutch, so also the answers should be in Dutch. So unfortunately, I will only be doing the presentation in Dutch as well. Sorry about that. Lukt het voor de rest iedereen om in te loggen? Hoi Jordi op Schier. Right. Volgens mij... zijn de meeste mensen inmiddels binnen. Dus nog 10 seconden of 8 seconden, 7, 6 om nog in te loggen. 3, 2, 1. Alright. Gaan we. We beginnen met de eerste ronde. Huisje. Huisje. Daar zijn we allemaal veel geweest. En dan gaan we op de eerste vraag. Wachten. Hallo Roos, hallo Jeroen. Hallo, I'm not a smart man. I love lamp. Right. Yes. Let's go. Oké, de eerste vraag. Welk woord of welke woorden ontbreken in deze quarantaine quotes? Extra punt als je hem snel invult. Right. Oké, gaan we naar de volgende. Heel goed. De meeste van jullie waren thuis met deze quote. Gaan we nog eentje?
En onthoud, hoe sneller je hem hebt, hoe meer punten voor jou. Einde tijd. Wow. Bijna iedereen had hem goed. Lekker bezig, jongens. Goeie binnenkomers. Gaan we naar de derde tegel. Phenomenal cosmic powers. Puntje, puntje. Living space. Drie, twee, één. Tijd is om. Oeh, niet heel veel van jullie kenden deze. Toch altijd nog filmkennis bijspijkeren, zelfs voor cinefielers. Right, gaan we naar de volgende. Ik probeer niet te praten tijdens dat jullie je antwoord invullen, want ik denk dat dat jullie focus breekt. Maar als jullie die stilte ongemakkelijk vinden, let me know in de comments. We all go a little... Puntje, puntje. Sometimes. Iemand zegt, breek onze focus maar. Zijn er genoeg mensen het hiermee eens? Of is dit gewoon iemand met hyperfocus abilities? Barry Schneider. Kan je zeggen uit welke film het is? Zeker als niet veel mensen het goed hebben. Dat kan wel, volgens mij. Ik wil dat je de hele tijd gezellig tegen me aanpraat. Zo lonely thuis. Dit is heel erg herkenbaar. Dit is uit Alice in Wonderland. We all go a little mad here sometimes. Volgende vraag. Blijf zeker praten. Zolang het maar niet te ASMR-ig wordt. All work and no play makes Jack... Puntje, puntje, puntje. Ik vind het zo leuk dat jullie dan ook allemaal elkaar herkennen in de chat. Jordi op Schier. Daisy. Drop ook in de comments als je je toilet echt zou willen behangen met filmtegeltjes. Kunnen we het hier zo doorgeven. Cinefiel maakt nu tegenwoordig merch. Dus... Als je dit nog niet had gezien, ga lekker naar de shop. Misschien zijn tegeltjes wel een goede manier om het assortiment nog een beetje uit te breiden. Tijd is om. Oh ja, Psycho is inderdaad. We all go a little mad sometimes. Sorry daarvoor. Makes Jack a dull boy. Tussenstand. Goed, dan zien jullie ook. Eet geen gele... Zo, mijn programmaatje knipt hem af, maar ik denk wel dat ik weet wat het sentiment hier is. Full ASMR, please. Ja, volgens mij is dat dan niet accessible. Dan ga ik zo fluisteren en dan... Oh, de persoon 5. Quizzy McGuire. Lekker bezig. Laten we naar de volgende gaan. Volgende vraag. Ook weer, hoe sneller je antwoordt, hoe meer punten. De kleine Salvador en zijn ouders komen aan bij hun nieuwe woning. In welke film uit 2019? Iemand zegt yes voor wc-tegeltjes. Alle cinefiel mensen die meekijken, er is animo. Deze mensen zien er allemaal zo
zonnig en fijn uit en ik wil op vakantie. Maar het kan niet. Corona. Nog 10 seconden voor deze vraag, jongens. Als het goed is, zijn er meerdere spellingen die goed worden gerekend. Niet allemaal. Dat kunnen ze niet allemaal bedenken. Het juiste antwoord was Dolor y Gloria. 31% van de mensen had die goed. Dus lekker bezig. Veen, hoe ga jij? Zegt Silvio van Kolfschoten. Veen zit hier naast mij. Dit is de V&V show. Soort van. Even wat technische issues. Het hoort er ook allemaal bij. Iemand zei laatst dat het jaar 2020 een beetje leek op een soort seance. Lange seance met al die Zoom calls. Ben je hier? Wil je iets tegen ons zeggen? Heb je jezelf geunmute? Elevator music. Right. Asaka. Jessica, we don't die in Illinois. Sorry, we zijn ondertussen terug naar de quiz en bij de volgende vraag. Een audiofragmentvraag. Komt-ie. Iemand zegt ik hoor niks, dat klopt. Dit is de vraag. En het audiofragment. En als het goed is, zie je hem dus ook in je eigen AH-slides. Dus dan kan je hem daar ook aanklikken. Het zijn allemaal dingen die we een beetje moeten uitzoeken tijdens coronatijd. Nog 5 seconden om hem in te vullen. 3, 2, 1. Tijd is op. Voor diegenen die ASMR willen. Heel veel van jullie hadden het goed. Parasite, natuurlijk de arthouse kaskraker. Het huis in Parasite is gebouwd. Voor degene die dat nog niet wist. Dus je kan hem niet op Funda vinden. Of de Koreaanse Funda vinden. Echte snobs hebben nu Gisengchun ingevuld, hoop ik. Dat hoop ik ook. Nee, maar dat huis in Parasite is gebouwd. Bestaat uit alleen maar sets. Ik hoor een geluidsfragment muziek en jou. Sorry, ik zal tijdens de audio fragmenten mijn bek houden. En de muziek gaat iets zachter. Dit meisje heeft trouwens dit hiedeltje echt op zoveel awardshows en interviews moeten doen. Park So-dam. In haar rol hier als Jessica. Ding dong. Ik ben benieuwd of zij helemaal klaar is met dat ene hiedeltje. Het geluid en de muziek van Faye klonk er hier doorheen. Excuus. Alright, nu op de eerste plek Aging Bull. Ik krijg nog eventjes door dat ik nog tegen jullie moet zeggen. Inderdaad, geen punten aan het eind van zinnen, want die worden niet goedgekeurd. En de originele titels, en dus niet de vertalingen van de titels. Excuus. Dan weten jullie dat in ieder geval voor de volgende vragen. Alright. We gaan naar spookhuizen. Spooky vibes. Waar... Sorry. Geen maakt niet uit. Zitten hier meer mensen achter de knoppen. Uit welke films? Ik weet altijd dat deze huizen een beetje lijken op die langs het Vondelpark. In Nederland. Dus mochten er Nederlandse filmmakers meekijken...
Volgens mij zijn dat hele goede huizen om spookhuizen van te maken in Nederland. Oeh. Ik moet wel zeggen dat de coronatijd misschien wel het allerslechtste moment zou zijn om in een spookhuis te wonen. Of in een huis met een luguber verleden te wonen. 3, 2, 1. Tijd. Even kijken. The Addams Family is het juiste antwoord. 63 van jullie hadden dat goed. Volgens mij hebben we ook nog een lekker foto van de family. Of hebben we die nu niet? Helaas. Jullie hebben ze in jullie mind's eye. 3, 2, 1. De volgende. Deze weet ik zelf ook niet. Maar het ziet er niet gezellig uit. Het ziet er niet uit als een goede quarantaineplek. Gotische vondelpark spookiness. Dit is gewoon een supergoed filmidee voor op Nederlandse bodem. Is het ook zo druk in hun tuinen? Misschien met het lekkere weer wel. Tijd voor deze. It is het juiste antwoord. Voor alle mensen met een clownfobie, die heb je waarschijnlijk niet gezien. En dat is misschien ook een beter idee. Maar 100 van jullie hadden het goed. Gaan we naar het volgende spookhuis. Spooky place. Je kan hem dus ook in je eigen AHA-slide zien op je telefoon of op je computer. Psychedelische vibes hier. Ik weet echt niet waar ik naar kijk op deze foto. Kunnen de plaatjes van de quiz ook op de YouTube? Is dat niet zo? Technische difficulties. Werk een beetje met ons mee. We doen het ook voor het eerst. Dus als je hem op je eigen AHA-slides wil bekijken, heel graag. Casper was het juiste antwoord. Die kende niet veel van jullie, zie ik. 31. Maar misschien heb je meer geluk bij de volgende. En hoe sneller het antwoord, hoe meer punten. Dit is een interessante variatie op een spooky vibe. Het is niet gotisch en het is niet vervallen. Hanne vindt het pittige vragen. Ja, maar we moeten ook een beetje onszelf blijven uitdagen. Anders gaat je brein een beetje zo smelten in de lockdown. Tenminste, dat heb ik wel. Als je de hele tijd thuis zit. Is er ook een poedelprijsje? Nou, we hebben straks ook een paar pauzes. Omdat jullie vast ook nog eventjes tussendoor naar het toilet moeten en zo. Trouwens, ondertussen komt de goede antwoord. Dat is namelijk Suspiria. Suspiria, de originele. Is er ook een poedelprijsje? Nee, niet echt. Maar je kan wel in een van de pauzes meedoen met een bingo. En daar kan je ook prijzen winnen. Dus blijf vooral ook een beetje hangen in de pauzes. Maar ik geef het wel goed aan. Ik wil je niet van je kans beroven. Volgende vraag. Eet geen gele sneeuw is weer naar de eerste plaats geklommen. Bloemkoolhoofd doet het ook nog steeds best wel goed. Welk ingrediënt ontbreekt voor Pattinson's magnetronpasta? Er staat 2 keer ontbreekt in. Dat hoef je niet. Dat hoeven jullie niet in de comments te zetten. Dat heb ik al gezien. Robert Pattinson is positively unhinged. Voor de mensen die hem niet volgen. Ik ook niet. Maar die niet zijn interviews hebben gelezen. Dit was behoorlijk unhinged. Hij is nu Batman aan het doen. Ik denk dat vleermuizen wel wat minder populair zijn na COVID. Cornflakes miste in zijn magnetronpasta recept. Ik zou zeggen,
Mocht je je echt een keertje heel erg vervelen, zoek dit interview op, ga het maken. En tag ons in de resultaten. Eet geen gele sneeuw, is lekker bezig. Fleur McFly aan het klimmen. Ja, nu hadden we natuurlijk allemaal gewild dat het lekkerder weer was buiten. Want buiten mag veel meer. Hoewel we richting zomer gaan, voelen we. Maar een zwembad in de achtertuin, dat hebben we niet allemaal in Nederland. Volgens mij nergens ter wereld, maar misschien in LA of zo. We gaan zwembadscènes laten zien. En dan noem je de film bij de poolparty die je op beeld ziet. We gaan naar de eerste vraag. Poolparties lijkt me een heel erg Californisch gegeven. En misschien dat het daarom ook zoveel in film zit. Omdat er natuurlijk heel veel exportproduct uit Hollywood komt. In het filmlandschap. Maar mocht iemand een leuk zwembad hebben hier in Nederland. Waar we een cinefiel poolparty kunnen doen. Drop het in de comments. mail het naar cinefiel. Volgens mij zou dat wel een goede COVID-breaker zijn als het allemaal weer mag. En tijd voor deze vraag. Het juiste antwoord is Dogtooth, een Griekse film. Ah, de Griekse eilanden hebben natuurlijk ook heel veel lekkere zwembaden. Dan komen wij draaien, zegt Silvio. Poolparty scène maken met z'n allen. Volgende vraag. Iemand gaat hier heel kijk op het fotootje. Maar het gaat niet over degene die de foto maakt, maar de film. Dit heeft wel een Californische sfeer. Vinden jullie niet? Drop in de comments waar jij nu het liefst in een zwembad zou liggen. In Californië of in Griekenland? Doe een beetje publieksparticipatie. Dan voel ik me ook minder alleen. Je hebt gewoon prima 40. Second Mr. Burton zegt, wat een heerlijke film is dat. Zin om die te herkijken. Heel goede, ambiguë comment. Jutselaar, Griekenland, ja. Ben ik het helemaal met je eens. Iedereen op vakantie naar Griekenland nadat het pandemietje hierover is. Te veel COVID in California, doe maar Griekenland. Is een ding. 7 seconden, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En de tijd is op. Boogie Nights, we miss those. Voor de Engelse kijkers. Ik doe niet genoeg Engelse dingen. Het spijt me. Deze film met de cameravrouw. Boogie Nights. De volgende. Get ready. Dit is... voor het personage in deze film een wat minder feestelijk moment. Het is niet echt een hint, maar voor als je de film hebt gezien, snap je wat ik bedoel. Laat ook even weten of jullie vinden dat het snel genoeg gaat. Ananya 88, alles fout, zucht. Hang in there, Ananya 88. Het is heel moeilijk om deze namen te noemen. Eighth grade is het juiste antwoord. Eighth grade. Inderdaad, dan huilen deze scène. Inderdaad, second Mr. Burton. Ik vond hem heel ongemakkelijk. Voor wie de film niet heeft gezien, gaat het over een jong tienermeisje.
Met een best wel laag zelfbeeld. Die dan onder andere ook nu naar deze zwembadparty gaat. Is niet je favoriete situatie als je een laag zelfbeeld hebt. Oh, het antwoord klopte niet. Excuus. Deze man zit in een heel erg lekker 90s, 80s opblaasband. Ik heb het idee dat je deze vroeger op je kamer zette. Mensen die in de 90s zijn opgegroeid. Ik weet niet hoeveel millennials en boomers hier zitten. Oh ja, deze heeft een red. Achtste, dus eighth. Excuus voor de spelfout. Volgende vraag. Hier hebben we wel weer een vrolijke. Ja, sorry, er zat een foutje in. Klopt. Volgens mij gaan we vanaf hier weer goed. Wat het positieve is, is als wij iets fout doen en jullie hebben het allemaal fout, dan heeft niemand daar punten mee gescoord. Dus eigenlijk werkt het niet tegen je. En je hebt de eer aan jezelf. De eer aan jezelf als je het goed had. Oprecht. Go you. Badge of honor. Dit is een recente tranentrekker. Nee, de vorige was Sexy Beast trouwens. Iemand zegt La Cienaga, maar het is Sexy Beast. En dit was Baby Teeth. Dat hadden heel veel van jullie goed. Komen mensen binnen op de leaderboard. Zien zij het leaderboard ook? Ja, jullie zien het leaderboard ook. Dus dan kan je ook zien wie er binnenkomen. Quizzy McGuire nog steeds gewoon op 5. Promising Young iets. Ik wil je niet misgenderen, dus ik ga dat niet voorlezen. Ilse op 3. Maarten op 2. En Eet Geen Gele op 1. Bij mij worden ze ook afgekapt. Dus als je dat ziet, dan zie je hetzelfde als ik. We gaan nu naar een geluidsfragment. Et grièvement blessé. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris au sortir du Ritz, un hôtel qui appartient au père de Dodi Al-Fayed. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par les paparazzi. L'accident a eu lieu dans le... Dat was hem. Een vraag die hierbij hoort. Komt-ie. In het appartement van welk personage staat de tv aan vlak voordat ze een bijzondere ontdekking maakt in haar badkamer? Dit is wel een doordenker. Je hebt 35 seconden nog om het juiste antwoord in te voeren. Ik heb de eerste keer deze film gezien. Ik moet deze anekdote dan nu vertellen zonder dat ik er echt iets over zeg. Op school, op de middelbare school. En ik ben in slaap gevallen. En dat spijt me, want ik heb van heel veel mensen gehoord dat het een hele goede film is. Maar ik heb hem sindsdien niet meer kunnen kijken. Dus ik heb een soort hele rare fever, high school fever dream herinnering van deze film. En de film is, want de tijd is op, Amélie. Het was een beetje een moeilijke vraag. Dat geef ik zelf ook toe. 48 van jullie hadden het toch goed. En dat dit is de scène. Princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris au sortir du Ritz, un hôtel qui appartient au père de Lady Al-Fayed. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par les paparazzi. L'accident a eu lieu dans le...
Right. 100 keer de film gezien, herkende het niet. Ja, het is ook een beetje een andere taal. Misschien spreek je heel goed Frans. Bonjour. Volgende vraag. Sorry, die was heel flauw. Ook zo'n huidhonger. In welke films zitten deze raamaanrakingen? Niet dat je daar huidhonger mee stilt, maar het ziet er wel cinematografisch heel mooi uit. Het zijn weer stills en dan ga je de filmtitel invullen. En hoe sneller, hoe beter, uiteraard. De eerste. Als je deze niet weet, dan schat ik van je in dat je jong bent. Als in jonger dan 25. Want dit was echt elk slaapfeestje van mijn generatie, heb ik het idee. We gaan niet de sound effects erbij doen. 4 seconden. 3, 2, 1. En de tijd is op. De Titanic. Uiteraard, het grootste deel van jullie had het goed. Want dit is natuurlijk een iconisch beeld. Voor iedereen die in ieder geval in de jaren 90 is geboren. En in de jaren 2000 is opgegroeid. 90s Leo posters had vroeger, mogelijk. Volgende vraag is ook weer een mooi stil. Je kan hem dus bekijken op je AH-sluit. 40 seconden voor. Sound effects, please. Nee, dank. Daarvoor kan je op mijn OnlyFans. Dee en Grease op slaapfeestjes. Ja, maar Grease was eigenlijk een veel betere keuze. Want de Titanic... Ja, 90s skate poster kan ook, trouwens, uiteraard. Wij discrimineren hier niet. Grease is eigenlijk een veel betere slaapfeestjesfilm. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat hij vastloopt. Oh ja, ik zie het, want er zijn ook maar 2 mensen die het goed hebben kunnen invullen. Gaan we heel eventjes kijken. Niet refreshen. Dat zou ik even niet doen. Misschien gaat hij dan weer uitloggen en dan ben je dingen kwijt. Dus niet refreshen, jongens. Niet refreshen. We kijken hier even hoe we dit technisch kunnen oplossen. Ik we gaan even naar de volgende vraag om te kijken of je hier dan wel weer... we gaan eventjes terug. Kijken of jullie hier weer... Kunnen jullie kijken of jullie hier weer iets kunnen invullen? Ik kan helaas niet echt met jullie meekijken. Dus ik heb een beetje feedback nodig in de YouTube comments. Maar als het goed is, kan je wel refreshen. Hoor ik hier. Nee, niks. Ik krijg geen vraag. En bij de volgende, even kijken. Oh ja, er staat nu dat ze de vraag al hebben beantwoord, maar dat klopt natuurlijk, want we zijn er eentje teruggegaan om dat te testen. Even kijken bij deze. Nu gaat hij weer verder. Of, punt en nu weer, je hebt deze vraag al beantwoord. Chaos, crisis, anarchie. Dank Rosaka voor je bijdrage. Griekenland. Ik krijg wel nog punten van Titanic. Chill. Even zien. Tijd voor een wijntje. Nog steeds hetzelfde. Kunnen jullie kijken of het dus helpt? We kunnen wel naar de volgende skip hoor. Hij gaat zo door. Even kijken. Nou, er zijn hier al meer antwoorden binnengekomen. Oké, volgende. Zien jullie de volgende stil? Een orka en een vrouw. Ja, hij doet het weer. Top.
Dit hoort er allemaal bij. Lijkt het computersysteem van het IFFR wel. Waarvoor dank. Wij doen hier allemaal ons best. Excuses voor het ongemak. We gaan gewoon lekker verder. Yes, yes, all good, zegt Mr. Burton. Wie zit IFFR te haten? Inderdaad. Dat is gewoon een van de meest kwaliteit festivals die we hier hebben in Nederland. En het grootste gemis van januari, als je het mij vraagt. De Rui Eidos was het juiste antwoord van deze vraag. Best scary in Frans de titel correct moeten spellen. Gewoon lekker jezelf blijven uitdagen. Zo blijven we scherp, zo blijven we jong. Alright. 30 seconden nog voor de volgende. Iedereen Free Willy. Nee, dat was het niet. Liefde voor de Rotterdamse Tijgers. Ja, wat vervelend dat we al die filmfestivals hebben moeten missen. Wat was jullie favo? Ze hanteren de titels. Ja. We hanteren de titels zoals ze in Nederland zijn uitgekomen. Dat klopt, dat klopt. Bedankt voor je toevoeging, Lauren. Tijd is op voor de volgende. If Beale Street could talk. En we gaan nog naar de volgende. Dat is ook weer een raamaanraking. Of een, is het een raamaanraking? Puntje, puntje, puntje. Ik ga niks weggeven. Vet moeilijk. Ja. We houden het niveau hoog. Yes. Bedankt voor alle sympathieke comments. De eerste cinefiel quizzie. Het heeft af en toe een beetje zijn kuren. Zoals alles, hè, sinds COVID. Alles gaat niet helemaal lekker soms. Maar heel erg bedankt voor jullie geduld. We nemen alle feedback gewoon mee voor de volgende keer. Want die komt er. Arrival is het juiste antwoord. Prachtige film met Amy Adams. Quizzy McGuire. Taking the stage. Op nummer 1. Hebben jullie die emojis ook zelf ingevoerd? Wat lekker bezig. Beeldende denkers. Echte cinefielers. Volgende vraag. Over Griekenland gesproken, wie nog meer? Er wordt hier een groepsreis gepland. Uit welk film komt dit mondige haardvuur? Zit al een klein beetje een hint in de vraag. 30 seconden. Een van de andere hoofdpersonages uit deze film is op TikTok, voor de mensen die daarop zitten, een soort androgyne icon geworden. Gewoon leuk hoe dingen blijven leven, nog jaren na uitgaven. Dat haardvuur is het beste personage eens. It's what keeps everything going. Ik probeer echt heel erg op mijn woorden te letten, dat ik dus niet inschreef voor de antwoorden. Maar het is House Moving Castle. Calcifer. Ik heb het naar mijn zin. Ik ook, Barry. Dankjewel. Calcifer uit House Moving Castle. En Hal is dus oprecht een soort queer icon aan het worden op TikTok. Helemaal weer toegeëigend door Gen Z op TikTok. Ik vind dat altijd mooie ontwikkelingen. Films die gewoon iets nieuws blijven betekenen voor nieuwe generaties. Favo film. Zie ik hier al. Ja, te gekke film. Volgende vraag. In wiens kledingkast hebben deze schoenen van Converse helemaal niets te zoeken? Er zijn... wat is TikTok? Vraagt iemand. TikTok is een nieuw social media platform. Voor iedereen die dat niet weet. Het is een platform gebouwd op korte filmpjes. Een beetje als Vine, mocht je dat wel kennen. Rip Vine. Oh nee, hij loopt weer vast.
Maar we hebben het al een keertje overkomen, jongens. Dus ik heb vol vertrouwen dat hij het weer gaat doen. Chaos. Het leven is chaos. Dit is COVID-time. We hebben best wel veel antwoorden binnengekregen, zie ik. Maar gaat iets toch niet helemaal lekker? We zijn bezig hoor, we zijn bezig. Refresh je page. Refreshen. Je raakt niet je antwoorden kijkt als je het refresht. Wel als je er uitlogt, maar niet als je het refresht. Raar dat er wel mensen kunnen invullen, niet echt eerlijk. Nee, maar we gaan... Het is levenschaos, dit is COVID time. Stop the steal. Love jullie wel, jullie hebben echt humor. Nee, maar de vraag komt gewoon... Als je hem refresht, kan je hem als het goed is nog invullen. Nu. Nu. Zo snel mogelijk. Go. Refresh. Fraud. Ja, er staat inderdaad een bingo. Die is straks voor de pauze, zoals ik al zei. In een van de pauzes gaan we nog extra prijzen weggeven. En dat is dan meer geluk dan filmkennis flexen. Als je de vraag al een keertje hebt beantwoord, dan klopt het dat je hem niet nog een keertje kan invullen. Dus hij onthoudt dat, ook als je hem refresht. Even kijken hoor. Refreshen helpt niet. Je kan ook, als je een harde refresh doet, dus Ctrl-Shift-R. Ik ben geen IT'er, maar dat zeggen IT'ers altijd tegen mij. Refresh. Joost, stop the count. Obviously, I won big time. Ik kan niet zo'n hele goede Trump doen. Sorry. Kunnen we verder? Oh, geen manual refresh doen. Geen manual refresh doen. Alleen de normale refresh doen. Excuus. En we gaan naar de volgende vraag. Als ze hier herlaten... Oh, sorry. We hebben zelfs pauze. Pauze, goed moment. Om nog eventjes technisch wat dingen na te kijken. Sorry jongens, nogmaals. Het leven heeft zo zijn hobbels. Zo is het leven. Zo is het leven. We gaan gewoon vrolijk verder. Er zijn 3 miljoen kip choppingsen nu. Dat is niet heel goed voor de kippopulatie. Alright, de tussenstand is Quizzy McGuire op 1. Promising Young, iets wat ik niet wil misgenderen, dus niet ga uitspreken. 2. Eet geen GVC op nummer 3. Visagiste op 4. Visagiste, de unsung heroes van Filmland. Lala House, 5. En op nummer 6, Ilse. Lekker bezig. Maar er zijn nog 2 rondes. Dus als je hier nog niet op staat, dan kan je je weg nog terugvechten. Even zien. We hebben dus nu heel even pauze. Als je nog even naar de toilet wil rennen, als je even wat te drinken wil halen, is dit het moment. Hoe lang is de pauze? 3 minuten. 3 minuten. Voor de mensen die geen plaspauze nodig hadden nog, ben ik wel benieuwd wat de allerlaatste film was die je hebt gezien in de bioscoop. En als je in de YouTube comments ook zit, vertel me of je ook blij was met die keus als het de allerlaatste film zou zijn die je ooit in de bioscoop zou zien. Wat niet zo is, want we houden de moed erin. Maar stel je voor, want bijvoorbeeld persoonlijk als ik Cats had gezien als laatste film in de bioscoop, had ik niet super gevonden. Had ik gewoon niet helemaal
had ik niet met trots kunnen zeggen. Ik was voor het laatst naar The Assistant op 29 november. En dit weet ik alleen maar omdat ik een Letterboxd account heb. En niet omdat mijn geheugen goed is. Ik zie heel veel Tenet. Tenet. Dat was natuurlijk ook de grote film die wel is uitgekomen. Helaas ook heel veel dingen uitgesteld. Wie heeft Cats in the Bios gezien? Ik niet. En daar ben ik heel blij mee. Ik ook de Assistant. Oh, misschien zaten we wel in dezelfde zaal. Misschien zijn we een missed connection. Ik vond hem ook goed. Het is een film die natuurlijk heel erg bij het tijdspunt past. In de Me Too tijd. Iemand zegt The Riders of Justice, The Shining 4K. Het was wel een goed jaar om klassiekers te zien. Omdat er veel natuurlijk opnieuw werd uitgegeven. Voor mijn Groningen beste cinema van het noorden. In de filmhallen. Nee, ik was in het AI. Oh jee. Er zijn mensen die ook harder hebben gerefreshed in alle punten. Nee. Sorry jongens. Voor het volgende vraagje in de pauze. Wat is de slechtste film die je in de afgelopen carrière periode hebt gezien? Ik ben bezig met een soort marathon. Ik doe elke vrijdag een soort slechte film. Nou ja, jongens, het is een no judgment zone. Dus er zijn niet echt slechte films. Dat is natuurlijk hartstikke subjectief. Ik ben begonnen met de Twilight franchise. Die heb ik namelijk overgeslagen als tiener. Veel leuker om hem als volwassene te zien, moet ik wel echt zeggen. Want je moet Twilight kijken alsof het een horror comedy is. Dat is de tip. Dat is de tip om van Twilight te genieten. Horror comedy, it all makes sense. Monster Hunter, The Wedding Planner, Groetjes aan Cooper. Is dat een film? Of is het gewoon groetjes? Iemand zegt Manchester by the Sea, vond je die slecht? Oh. Ik heb ook alle Twilight gekeken voor het eerst, in 2 dagen. Ja, het is prima lockdown watch. Ik ben na de Twilight serie met High School Musical verder gegaan. De tweede vind ik oprecht een aanrader. Is gewoon cinema hoor. Daar ga ik voor op de barricade. De rest kan je overslaan. Vervolgens ben ik Hallmark kerstfilms gaan kijken. In de kerstperiode. Geen commentaar. Geen commentaar over de Netflix original kerstfilms. Cooper is mijn kat. Oké, groetjes aan je kat. Sowieso groetjes aan alle mensen hun katten. Goede segue naar de volgende slechte films die ik heb gekeken, namelijk slechte musicals. Ik zei net dat er geen slechte films zijn, maar er zijn wel echt slechte musicalfilms. Ik ben namelijk niet iemand die musicals haat, jongens. Ook no judgment voor de kerstfilms, maar ook no judgment voor musicalfilms. Musicalfilms zijn hartstikke leuk, maar je kan ze ook slecht doen. Bijvoorbeeld in Cats. Ik heb niks over die film te zeggen, behalve dat ik 2 uur van mijn leven kwijt ben. Dat is alles. Mijn excuses voor iedereen die dat wel een goede film vond. mochten jullie ertussen zitten. Ik was niet een van jullie. Is iedereen terug van zijn toilet break? Want we gaan naar de volgende ronde. Boompje. Terwijl het nog zulke goede recensies kreeg. Cats? Oké, jongens, filmfragmentje. Iedereen terug? Deze plant heeft altijd honger. Een hongerig plantje in het volgende fragment. Eat me! Who said that? You said that. You said that! Eat me! You said that. You can talk. I got a talking plant. Say it again. Eat me. Oh, boy. I never been to college and I ain't been around much. But I'd have been willing to bet there ain't no such thing as a talking plant. But I'll take your word for it. Gee, Junior, I'd like to feed you. But I used up all my fingers. Feed me! Oh. Look at me. I'm all cut to pieces. But maybe I can find another drop here someplace.
That's the best I can do. Mar. Mar. But I'm already anemic. Feed me Mar. Gee, Junior, I'd be happy to give you anything I got. But I gotta keep a little blood for myself or I'll be in worse shape than Ma. Right, uit welke film komt dit? Als het goed is, krijg je hem zo op je telefoon of op je eigen scherm. Welk erg scherm je ook gebruikt. Dit is een multiple choice. Dus je hebt toch iets minder lang de tijd. A, The Rocky Horror Picture Show. B, Little Shop of Horrors. C, Pee-Pee Loves Pocon. En D, Venus Flytrap. Hoe heet de film waar de plant in zit? Goede antwoord was B, Little Shop of Horrors. En dit was de originele versie. Dan gaan we meteen door naar de volgende. Let's keep up the pace. Ik hoop dat het allemaal weer goed doet. Groen is goed te doen. Hoe heten de volgende personages? We laten ze allemaal los zien, dus het zijn losse vragen. Maar hoe heten de personages? Dus niet de film, de personages. Let's go. Ook weer een personage uit een film die een soort iconische meme is geworden op het internet. Een nieuw leven heeft gekregen door het internet. Als je dit niet weet, dan kan ik al een goede inschatting maken wat ongeveer je leeftijdsgroep is. Is het Kermit of Kermit the Frog? Wel lang om te antwoorden. Ja, het vanaf. Dit was Prinses Fiona. So ages. Nee, ik zei niet dat ik een waardeoordeel had over je leeftijdsgroep. Ik zei dat ik zou kunnen inschatten hoe oud je ongeveer was. Maar 202 van jullie hadden het goed, dus... Ik schat dan in dat meer mensen tussen de 18 en 35 zijn. Volgende groene personage. Oh. Dit is ook volgens mij voor heel veel mensen een leuke lockdown watch geweest. We hebben inderdaad lekker lang de tijd voor deze antwoorden, deze personagenamen. Drie seconden, twee, één. En het was natuurlijk... Grogu. 156 van jullie hadden het goed, dus dat is wel een positieve representatie voor deze kleine vent. Volgende is ook weer iconisch. Wie niet? Wie niet in dit rijtje? Je valt op zich ook... genoeg op als je groen bent. Dus dan ben je ook vanzelf iconisch. Misschien. 27, 26, 25 seconden. Haastlijst wil echt lekker niet met ons meewerken. Excuse guys. Ik ben anti-refresh. We gaan wel gewoon door vanaf hier. Gewoon ook omwille van de tijd. I'm stuck in the middle with you. Volgende groene personage. Als het goed is nu op je beeld.
hier wel community support in de chat. Want er zijn best wel veel mensen die zeggen dat gelijk refresher wel werkt. Binnen is voor refreshers. Heel chill. Ja, haastlijst. Weet je, ik voel me ook een beetje zo'n docent die zo... Hadden jullie vroeger van die docenten die dan niet wisten hoe het smartboard werkte? Die vibe heb ik vanavond misschien een beetje. Ik hoop wel dat jullie me gezelliger vinden dan je leraar van de middelbare school. Dit was Camorra. 98 van jullie hadden het goed. Right. Quizzy McGuire nog steeds stipt op nummer 1. Maar alles kan nog omslaan. Beter Ono Slide. Smartboard, krijtjes. Uiteraard. De OG. De enige echte, dat kan ook niet fout gaan. De volgende is een filmfragment. Okay. We're in about 1 million hectares of bush. That's big. It's big enough to hide in for a while anyway. Good enough for me. But we're heading into winter. It's going to be rough. No huts, no tents, real bush life. Can you handle that? I can handle it. Yeah. And if you play up, I'll dump you. Okay, uncle. I'd still prefer if you don't call me uncle. Okay, Hick. So what do we do now? We run. No, we don't need to run. Oh yeah, this is fast walk. Ja, yeah. Dit is ook mijn conditie na de lockdown, overigens. Komt de vraag die bij het fragment hoort. In de bossen en op de berg van welk land werd deze lieve avonturenfilm Hunt for the Wilder People opgenomen? Een film uit 2016. Dus welk land, waar is het opgenomen? Berry had hele gezellige leraren. Chill voor jou. Er is ook een tweedeling tussen smartboard of krijtjes. Nogmaals, dit zijn dingen waar je mensen je leeftijdsgroep kunnen indelen. Zonder oordeel. Maar wel. Ik zie daar toch een soort divide in generaties. Anaya is er 2 keer geweest en mist het reizen enorm. Ja. Ik hoop dat de grens weer snel open gaan, want dit was Nieuw-Zeeland. Zelf ook geweest natuurlijk, een geliefd filmlandschap. Ja, voor de mensen. Je constateert gewoon als neutrale arbiter V. Thanks. Voor alle mensen die niet in Nieuw-Zeeland zijn geweest, je kan er echt zo verschrikkelijk veel Lord of the Rings tours en dingen doen. Ik heb het niet gedaan. Maar als ik terug zou gaan, dan zou ik dat zeker doen. Gaan we naar de volgende. Nee, ik ben dus ook niet in Hobbiton geweest, Anaya. Dit is niet zomaar een boom. Uit welke spannende Zuid-Koreaanse film komt dit beeld? Ziet eruit als een minder vriendelijk landschap. Ja, Anaya, ik weet het. Ik heb ook allemaal regrets over niet naar Hobbiton gaan. Nog 5 seconden. The Handmaiden. The Handmaiden was het juiste antwoord. En dan gaan we nu naar een hele leuke ronde. Noem de films bij deze gigantische groene werelden. Gaan we met de eerste. Er is echt Griekenland-propaganda gaan in deze chat.
Tijd voor deze. Honey, I shrunk the kids. Misschien een beetje een old time film. Maar 55 van jullie had het goed, terwijl het wel een classic is. Volgende gigantische groene wereld. Dit ziet er bizar chill uit, overigens. De natuur heeft ons veel te bieden, jongens. Onder andere in Nieuw-Zeeland. Onder andere in Hollandtown. Maar ook hier in Nederland. Mocht je dit weekend naar een natuurgebied gaan, wees wel een beetje voorzichtig. Want er zijn heel veel mensen op pad. En we moeten natuurlijk nog een beetje voor elkaar uitkijken in deze tijd. Nog 5 seconden. Het antwoord was Erik of het Klein Insectenboek. Een kinderfilmklassieker. Maar 15 die dat goed hadden? Oh ja, sorry. Safe space. No judgment. No judgment. Volgende vraag. Weer een filmfragment. Kijk allemaal even mee. Look what I have for you. Oh. Is that allowed? I mean... No one has to know. Do you like it? Yeah. It's really hot in here. Yes. It needs to be warm. This is a very special breed. You have to take good care of it. Keep it warm. Talk to it. Really? It's a living being. It needs attention and affection. What's so special about it? Hashtag spawn. Is niet zo. Overigens. Scherpe typjes. Wat is er zo bijzonder aan het plantje in het fragmentje? Where's your adblock when you need it? Het is allemaal gewoon. Dit is sluipreclame, jongens. Dit is een multiple choice, jongens. Let's go. Nog 10 seconden. Het is een antidepressivum voor je lockdown dip. Deze jongen had er geen last van. Next. Dit gaat weer over waar de film is ge... Wil je van tevoren aangeven een vraag met het choice word? Ik kan het niet zien, sorry. Waar zijn deze 4 grasvelden gefilmd? Dus nogmaals, dit gaat over de filmlocatie. Het land waar de film is opgenomen. En dus niet de fictieve locatie die het in de film moet voorstellen. Eerste vraag. Midsommar, waar is deze film opgenomen? Deze jurk ziet er echt heel erg rugbrekend uit. Volgens mij was dat ook zo. Onderneming. Land als Hongarije. Echt? Hongarije. Dus je had het ook nog fout, Joost. Het was een strikvraag. Jurassic Park dan. Waar is Jurassic Park opgenomen? Doei, Kaline.
3, 2, 1. Right. Hawaii was het juiste antwoord. Opgenomen is wel echt moeilijk. Dat is het punt, Barry. Is Hawaii een land? Het is een filmlocatie. De volgende. The hills are alive with the sound of music. With songs they have sung. Sorry, dit is een wachtmuziekje. Als je dacht, waar ben ik opeens beland? Een soort van cover livestream. For a thousand years. Deze vrouw is mijn held. Mijn absolute held. En ik mis haar. Zing, zing. Ik doe me denken aan dat... Zing, zing, nachtegaal. Het is in Oostenrijk opgenomen. Is een beetje een strikvraag. Want dat is dat ook gewoon in de film. Maar het is authentiek. Laat alle censors vanaf nu zouden muziek als wachtmuziek hebben. Ik zou ervoor tekenen. Volgende, Solaris. Opgenomen in... Ik weet hier niet een leuk wachtmuziekje voor, jongens. Wat ik kan zingen. Dus dan ben ik maar stil. Tarkovsky in a musical. Het juiste antwoord was Rusland of Sovjet-Unie werd ook goedgekeurd. Alright, next round. Een audiofragment. Right. Audiofragment hebben we gehoord. Dan komt nu de vraag erbij. Get ready om te beantwoorden in je schermpje. Welke film hoorde je? Klopt, Gijs, dat Rusland nog niet bestond. Maar Sovjet-Unie werd dus ook goed geregend. Welke film heb je net gehoord? Dit was een van de weinige dvd's die mijn grootouders vroeger hadden. Dus ik heb dit echt veel te vaak gezien. Ik had het geweten, jullie ook? Dit zijn de betere hints. Merci. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Oh, wat is deze film iconisch. Maar het was dus ook een van de weinige goede DVD voor oudjes om te hebben. Ja, dit zijn gewoon mijn Chinese roots. I represent. En mijn grootouders dus ook. Prachtige film. En op repeat dus bij mijn grootouders, fun fact.
Volgende vraag. Let's go, let's go. In deze boomhut wil je echt geen logeerpartijtje. In welke film zit die? Dus als je hier was gestrand met de avondklok, had je liever de politie tegen je gehad dan dat je hier zou blijven slapen. Nog 25 seconden om het te beantwoorden. Een film uit 2000 bij je grootouders, dat zegt iets over jouw age. Ik heb niet gezegd wanneer ze hem hadden gekocht. Tijd voor deze vraag. Hereditary was het juiste antwoord. Durven mensen nog horrorfilms te kijken in de lockdown? Want ik durf dat niet. Als ik thuis ben, de hele tijd. Sorry, Willem. De tussenstand is Quizzy McGuire op nummer 1, nog altijd. Dichtbij daarachter Eet geen gele sneeuw. Promising Young op nummer 3. Fear is Brain Dead. En 5, Harco zonder... Ja. Ik moet een beetje creatief worden met jullie namen, jongens. 6, Villa Volvo Waak. Dus 4, 5 en 6, die komen opnieuw binnen. Tussenstand op 135e plek. Maar jij doet er ook toe. Ik ben heel blij dat je er bent. En dat je je laat horen in de comments. Gaan we naar het volgende filmfragment. Komt de vraag bij het filmfragment. De regisseur van deze film vertelde dat Walter 's nachts altijd sprintjes trekt omdat... puntje, puntje. En het is multiple choice. In deze film zitten heel veel verborgen elementen. Ik zou ook zeker aanraden om interviews te kijken met de regisseur. Hij heeft... er van alles ingestopt, wat je er misschien nog niet uit hebt gehaald. En het is altijd leuk om hem nog een keer te kijken als je dat dan wel hebt gezien. Sorry, ik ben ondertussen die comments aan het lezen. Multitasking. Ik durf niet eens een horrorfragment te bekijken. Deze viel mee, het is gewoon een rennende man in het donker. Nou, dat is misschien ook best wel eng. Dat weet je vanaf. Nog 15 seconden voor deze vraag. De man die Walters lichaam overnam, was vroeger een Olympisch sprinter. The more you know. Gaan we naar de volgende vraag. Leaderboard hebben we net gezien, dus daar kunnen we door. Oh, we gaan naar een pauze. Pauze! Alright, hebben we dat nog naar ons zin? Het is heel vreemd om dit te hebben wel goed. Ja. Dat heb je lekker gedaan, Saskia. We hebben nu even een langere pauze. Inderdaad, Niels, goed moment om even bier te halen. We gaan nu eventjes een... we hebben 8 minuten. En we gaan bingo spelen. Dus voer een cijfer in. En dan maak je kans, nogmaals, op deze shirts. Je krijgt er 2. 1 voor jou, 1 voor iemand anders. Dus voer je cijfertje in. We gaan... Ik vind het... 500 karakters om een getal in te vullen. Ja, het moet wel tussen de 1 en 75 zijn. Dus die 500 karakters ga je niet nodig hebben. Misschien dat jullie mij iets minder goed gaan horen als ik naar de bingo loop. Maar ik ga wel lekker alvast... Oh nee, wacht. Ik laat jullie eerst nog eventjes het invoeren. Plek 199.
Je krijgt het later dus te horen, krijg je een mailtje van ons als, als jouw cijfer getrokken wordt straks. Maar ik geef jullie ook eventjes de tijd om naar het toilet te gaan, bier te pakken, Niels, wijntje in te schenken. Nee, we gaan straks wel oprecht live die cijfertjes trekken. Je gaat het zien. En dit is dus wat je kan winnen. De Cineville t-shirts. Met een filmlocatie erop. Ik ga ook heel eventjes een bathroom break doen, jongens. Tot straks. En dan ga ik de cijfertjes trekken.
Hallo, daar ben ik weer. Ik hoop dat je me nu ergens... Ik weet niet waar je bent, in de keuken, in de badkamer. Maar kom even terug. Dit is je seintje. Net zoals vroeger, toen je dingen nog op tv moest kijken en niet op een streamingdienst. Welkom back, Faye, dankjewel. we gaan namelijk even een loterijtje doen. Met dit prachtige bingo setje wat ik hier heb. Jullie hebben allemaal jullie cijfertjes ingetoetst. Als je straks je cijfertje hoort, maak heel even een screenshot van je beeld. En stuur even een mailtje naar quiz@cinefiel.nl. Zeg ik dat goed? Ja. Alright. En we gaan drie cijfers trekken. De eerste krijgt dus de twee shirts. En de andere twee krijgen patches. Een duootje. Ik hoop dat jullie me nog horen. Zo niet, ik kom terug. Alright. Gaan we de eerste. Nummer N. 42. 42. Mensen die 42 hebben zoals A'tjes. Congrats. Tweede. Nummer 64. 64 als iemand die had nogmaals, beauty influencer. 64. Ik weet niet of jullie dit echt kunnen lezen, maar dat jullie weten dat we niet vals spelen. Dit is echt 64. Nogmaals, als je hebt gewonnen, stuur even een mailtje. En dan gaan we voor het laatste. Nummer 32. 32. Je hebt gewonnen als je 32 hebt ingevuld. Dus. Oeh. Ik wist dus niet of jullie me echt konden verstaan. Dus misschien hebben jullie nu een hele chille meme show gekeken net. Maar. De 42... De 32 en de 64. Bingo! Het mailadres is quiz@cinefiel.nl. Misschien dat iemand hem ook eventjes in de chat kan zetten. Maak even een screenshot van het getal. Dat is op zich ook wat chill. Dan kan je laten zien dat je hem hebt ingevoerd. Hoe moet je het doen? Als je je kan ook een foto maken met je telefoon. quiz@cinefiel.nl. Right. We gaan naar de volgende ronde ondertussen. Gefeliciteerd aan alle geluksvogels. Maar we gaan nu weer strijden voor die hoofdprijzen. Daar gaan we. Beestje is het volgende thema. Ronde 3. Please geef me een beetje. Hondjes lijken op hun eigenaar, dat hoor je vaak. Dus we gaan de hondjes matchen aan de celebrity. En het worden aparte vragen. Dus je ziet eerst de eerste hond. Wie hoort bij Izzy de hond? Is dat A. Paris Hilton, B. Emma Stone, C. Hilary Duff en of D. Brasha van Doesburg. Nog 5 seconden. Hilary Duff was de juiste. Lizzie McGuire. Ik hoop wel dat jij het goed hebt. De McGuire teamnaam. Doe je hem toch eer aan. De volgende is ook weer een hondje met de naam
Ingrid? Ik vind dat niet echt een hondennaam, jullie wel. En Ingrid hoort bij A. Lena Dunham. B. Amy Adams. C. Emma Watson. Of D. Florence Pugh. Nog 10 seconden om hem in te vullen. Het juiste antwoord was Lena Dunham. Lena Dunham. En heel veel mensen van jullie hadden het goed. Hoezo? Ik vind helemaal niet dat Ingrid op Lena helpt. Lijkt. Oh. Volgende vraag. Woody. Deze hond heet Woody. Hij kijkt hier een beetje gevaarlijk. Bij wie hoort deze gevaarlijke hond? Bij Chris Hemsworth, bij Tom Hardy, bij Laura Dern of Meryl Streep? Hoe kan ik mijn prijs ontvangen? Quiz@cineveel.nl, mailtje sturen. Woody hoort bij Tom Hardy. Die zie ik wel. Straks wil ik van jullie horen wie jullie het meest op hun hond vonden lijken. Ik weet niet of dat een compliment is. Nou, hangt er vanaf. Het is wel een groot compliment voor die hond, toch? Als hij op Tom Hardy lijkt. Atticus hoort bij... Multiple choice weer. A. Waldemar Toornstra. B. Daniel Craig. B. Daniel Craig of D. Jake Gyllenhaal? It's a journey, it's a journey. Nog 5 seconden. Ja, dus straks gaat het weer over films. Celebrities horen ook bij films. Het is allemaal de filmcultuur eromheen. Jake Gyllenhaal was het juiste antwoord. Atticus. Daar gaan we. Quizzy McGuire is van haar troon afgestoten. Maar dit was de eerste van deze ronde. Dus er is nog tijd to avenge yourself. We gaan naar de volgende vraag. We houden van weerwolven. Van welke film is deze weerwolven quote? Dus de quote is... Oh, we love weerwolven. Toch? Oh. 149ste plek. Strijden, Ananya. Oké. Okay. What We Do in the Shadows was de juiste en het merendeel van jullie hadden dat goed. Ik heb hem niet gezien, want ik ben een beetje een scheiterd. Promising Young, puntje, staat op nummer 1. 2, Eet Geen Gele. En 3, Quizzy McGuire. Get it together. Oké, volgende is een filmfragmentje. Right. Vraag bij het filmfragment. Hoe heet de fake sequel van Outbreak in Friends? A. Another Outbreak. B. Outbreak 2. The Virus Takes Manhattan. Heel passend voor deze tijd. C. O2. A New Strain. D. Outbreak 2. The Virus That Never Sleeps. Het was Outbreak 2, The Virus Takes Manhattan.
The COVID virus also takes Manhattan. Helaas. Gefeliciteerd, Judith. Okay, show them. Show them. Right. Audiofragment vraag dus. Komt een vraag. Hoe sneller je antwoord, hoe meer punten. Zoals altijd. We spelen nog een keer af. Waar luisteren we naar? Wat hoor je hier? Oké, zo hard. Het is geen A. Dat is mijn enige hint. Nog 10 seconden om hem in te vullen. Deze film was onze eerste date, zegt Gijs. Oh. Wel een interessante film. Nee, het gaat niet om de film, over wat je hoort. The Square. Nee, het was een performance artist. Die je hoort. Hoort, die hoort. Alright. Bij een wederom een TikTok hitje gaan we naar Stils kijken van Katten. De eerste. Ik ga niet voor jullie rappen. Ik denk ook niet dat het safe for work is om dit te gaan rappen. Deze film daarentegen. Deze kat heet volgens mij Orangy. Orangy is een katacteur. Dat is echt een ding. Naast de film waaruit deze stil komt, heeft deze kat in 9 andere films gespeeld. En dat is dan niet meetellend alle tv-rollen die hij ook heeft gespeeld. Not his first time at the rodeo dus, in Breakfast at Tiffany's, wat het juiste antwoord was. Beste Jitselaar, ik ga niet rappen. Niemand die dit op zijn werk kijkt, je weet het nooit. Volgende. Ook hier weer 40 seconden voor. Als je dit wel vanaf je werk kijkt, laat je even horen. Anoniem natuurlijk. Zodat je baas het niet ziet. Nog 5 seconden. Tijd. Coraline is het juiste antwoord. Coraline is een animatiefilm die ik op zich ook onder horrorfilms zou kunnen scharen. Maar misschien zijn jullie het daar niet mee eens. Cinefiel kijkt dit vanaf hun werk. Ik ook. Wie zien we hier? Zullen we weer wachtmuziekje doen? Can you feel the love tonight? How it's where we are. Ik ga dit niet doen. Ik ga dit echt niet doen. Sorry als ik je heb afgeleid. 3, 2, 1.
Uiteraard was dit The Lion King. Het wachtmuziekje was dus ook een hint. Volgende verlepte katje. Deze ziet er heel zielig uit. Weten jullie wie het is? Uit welke film? Katacteurs zijn dus een ding en die hebben een animal handler die hun opvoedt en alle trucjes leert zodat ze kunnen acteren. Want met dieren werken wordt in de filmindustrie gezien als een van de lastigste dingen. Ik zat zelf ook op de filmacademie. Het was dieren, boten, bejaarden, beesten, boten, bejaarden, mensen die op de filmacademie hebben gezeten. Vul me aan. Maar dat waren... Dit zijn The Three Lives of Thomasina was het. Nul mensen hadden dit goed, dus dit was een beetje een obscure. Maar dat zijn dus de dingen waar je in een film niet mee wil werken. Omdat dat mogelijk gaat zorgen voor hele lange draaidagen met uitloop. Baby's! Beesten, boten, baby's. Oh, ik zie... Oh, Filmacademie represent. Sorry, maar wie heeft deze film ooit gezien? Sowieso mensen. De volgende vraag gaat over 101 Dalmatiërs. Hoe heten de ouders? De ouders van de Dalmatiër puppies. Perita en Popo. Paloma en Pedro. Zaza en Eddie. Of Perdita en Pongo. Voor de echte, echte Disney-fanaten. Perdita en Pongo. Zoveel mensen hebben dit goed. Jullie hebben echt opgelet. Ik had die niet meer geweten hoor. Je ziet straks close-ups van filmmonstervachtjes in beeld. En de vraag is dus een mix en match. Waar komt het beestje vandaan? Uit welke close-up hoort bij de film Monster Inc. Je hebt weer multiple choice. ...101 is een priemgetal. Dank voor deze toevoeging. De middelste. Oh, er hadden maar 4 mensen deze fout. Maar deze staat gewoon ook op de poster. Dus we gaan nu een moeilijkere krijgen hoor. Welke close-up hoort bij de film Harry Potter? En dan bedoelen we in de franchise Harry Potter. Welk beest herken je op een van deze close-ups uit de Harry Potter franchise? Alle films van Harry Potter. Ook een heerlijke lockdown marathon. Wat is mijn favoriete getal? 88? 88. Hadden jullie hem goed? De Phoenix van Dumbledore. De volgende is uit The Shape of Water. De film The Shape of Water. Welk beest? Welke close-up? Mijn favoriete getal is 88, puur omdat 8 een geluksgetal is. Misschien vooral in de Chinese culturele traditie. Niet relevant voor deze vraag overigens. Dit was een schubbenbuik met water. 88 is geen priemgetal. Nee, maar je zei wat is mijn favoriete getal, niet mijn favoriete priemgetal. The Creature from the Black Lagoon is de volgende film waar we een close-up uitzoeken. Deze gaan best wel snel. 15 seconden. Ik laat een patch vallen. Product placement. Altijd staat trouwens voor dubieuze zaken. Maar ik ben ook heel dubieus. 159 mensen hadden het goed. Hebben goed opgelet bij deze film. Where the Wild Things Are. Ook een prettige lockdown watch. Gaan we weer 20 seconden.
De tijd gaat snel. Is 88 een heel controversieel nummercijfer? Ik volg jullie allemaal niet hoor in de comments. Wat ik wel volg is het leaderboard. Op nummer 1, Harco. 2, Quizzy McGuire, putting up a good fight. 3, Promising Young Eats. 4, Villa Volvo Waak Eats. 5, Braindead. En 6, I'm Thinking Of. Allemaal boven de 3000 punten, dus heel lekker bezig sowieso als je in die top 6 staat. Alright. Dit dier zou je wel in je eigen huis willen hebben. Hoe heet deze fijne, maar fictieve diersoorten? We willen dus niet de persoonlijke naam van het dier weten, maar de diersoort. Gaan we naar de eerste vraag. Falkor uit The Neverending Story. De verfilming, uiteraard. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel van jullie het boek hebben gelezen. Ik heb het boek gelezen als kind en toen had ik koorts. Dus ik heb allemaal hele vivid fever dreams van deze film. Van dit boek. En de film maakte ze best wel goed waar. Nog 15 seconden ongeveer. Falkor. Maar wat voor diersoort is Falkor? Zeker Mr. Brotherton heeft ook het boek gelezen. Het is een goed boek. Ik raad het iedereen aan. Dit was een beetje een instinkertje. Falkor is namelijk een geluksdraak. 10 van jullie hadden dat goed. Volgende vraag. Nogmaals, dit gaat over de diersoort. Dus het is niet de naam van het beestje zelf. Gizmo uit Gremlins is een puntje, puntje, puntje. Ze lijken toch een beetje op Furby's deze. Twintig seconden om deze nog goed in te vullen. Drie, twee, één. Gizmo uit Gremlins is een Mogwai. Mensen hebben Gremlins. Het was wel een beetje te erg een inkoppertje geweest, of niet? Totoro uit My Neighbor Totoro is een... Puntje, puntje. 40 seconden om deze weer goed in te vullen. Er wordt... volgens mij volgend jaar of dit jaar nog een Ghibli theme park geopend in Japan. Dus die kan op je bucketlist voor na COVID. Er is al een Ghibli museum in Mitaka, dat ligt bij Tokio. Geweldige plek aan te raden, maar is wel echt een museum-museum-achtig. Maar dit wordt een theme park. En dan denk je, ga je achtbanen krijgen met Totoro erop? Dat valt dus wel mee, omdat als je Ghibli films hebt gekeken... De rol van de natuur speelt is heel groot in die films. Dus wat ze ook wilden bij het themepark is een soort park, bosrijke omgeving creëren. In het thema van de Ghibli films. En Totoro is een obake. Obake is een beetje een verzamelnaam voor een demonen in Japanse folklore. Laatste tussenstand is dit alweer voor de uitslag. Villa Volvo. Opeens op nummer 1. Lekker bezig. Nummer 2 is Harco. 3, Braindead. 4 is Quizzy McGuire. En 5, Eet Geen Gele Soe. En 6, I'm Thinking Of. Puntje, puntje, puntje. Ik kan die gedachte niet afmaken. Zet het in de comments wat je echt... Hoe heet jij eigenlijk? Ik? Ik heet Faye. Hallo. Nice to meet you. We zijn nog maar een uur bezig. Quizzy. Gaan we nog naar een volgende vraag. Volgens mij... Even zien.
Alweer de laatste vraag. Het is een audiofragment. Je hoort een Britse filmrecensent Mark Kermode over een film die niet al te goed werd ontvangen. I cannot figure out what that CG is trying to do. It's creating this weird hybrid. It's not even uncanny valley. It's like awkward corner or bewildering basement. It's so bizarre. It's so bizarre. Over welke film had deze filmrecensent het? Hoe sneller je antwoord, hoe meer punten je krijgt. Een totaal geflopte dierenfilm. Er zaten al hints in ons eerdere gesprek. Maar je hebt alsnog 40 seconden om erover na te denken. Wat is nou een goede geflopte dierenfilm? Er zijn heel, ik durf te zeggen, geen goede recensies over deze film geschreven. Dus als je dat een beetje bijhoudt, dan moet dit een inkoppertje zijn. Nog 10 seconden vanaf hier. Ik denk Little Women. Little Women is geen dierenfilm. Het was Cats. Uiteraard. 146 van jullie hadden het goed. Cats, ja, behoorlijk geflopt. CGI, echt compleet een nachtmerriemateriaal. Ik heb al verteld dat ik hem heb gezien en dat ik eigenlijk er niet zoveel over wil zeggen. Behalve dat ik het pittig vond en dat het 2 uur is van mijn leven die ik niet meer terugkrijg. Cats is wel de musical, de stage musical werd gezien als heel erg avant-garde, want Cats is een concept musical. Concept musicals zijn musicals die niet echt een plotline volgen, niet echt een narratieve lijn hebben die van A naar B gaat, maar eerder een thema proberen uit te diepen. Maar goed, het jammer is dat dat misschien heel erg avant-garde is voor de Broadway scene, maar niet zo lekker vertaald naar beeld of naar verfilmingen. Cats. Maar de meesten hadden dit goed. Oprecht nachtmerriemateriaal. Je moet het gaan zien en als je het gaat... Nee, je moet het eigenlijk niet gaan zien. Ik zou het oprecht niet aanraden. Maar als je hem gaat kijken, dan moet je hem kijken als horror. Waardeer enorm dat je Cats een stukje duiding meegeeft nu. Ja. Dit wil je weten, omdat anders snap je gewoon niet waarom het nergens over gaat. Maar het gaat wel over. Ergens over. Dit was de laatste vraag alweer. Volgens mij krijgen we nog een uitslag. Of... Ja. We gaan nu naar de winnaars. Dat was hem alweer. En... Dankjewel Judith. De beste quiznaam gaan we trouwens op social media bekendmaken. Dus volg Cinefuel op alle socials die je hebt. Wat je sowieso moet doen. Want daar kan je je filmnieuws vandaan halen. Dus die maken we bekend na de quiz. Dus die weten dit niet nu live. Maar de beste filmnerds van vanavond. Op nummer 1. Harco. 3900. 4 punten. Harco zonder Jasmine. Zonder Jasmine. Alright. Dus als je Harco zonder Jasmine bent, laat even weten in een mailtje naar quiz@cinefuel.nl. Quiz@cinefuel.nl. Op nummer 2 is Quizzy McGuire met 3919 punten. Je hebt je er weer goed ingestreken. Je was hem even kwijt, Quizzy McGuire. Ik weet niet wat je echte naam is, maar Quizzy McGuire was hem even kwijt, maar die heeft teruggevocht en staat op nummer 2. Dus jij krijgt ook een prijs. Stuur een mailtje naar quiz@cinefuel.nl. En op 3 is Eet Geen Geles. Gaan we nu eindelijk de echte zien? Nee. Alleen Harco weten we de officiële naam, volledige naam van. Eet Geen Geles, stuur ook even een mailtje naar quiz@cinefuel.nl.
Heel erg bedankt dat jullie er allemaal waren. En dat jullie ook allemaal mee hebben getypt lekker in de comments. Zo voelde ik me een beetje alleen. Ik hoop dat jullie je een beetje minder alleen voelden. We zijn hier allemaal samen. Filmnerds, united. En hopelijk kunnen de bioscopen natuurlijk zo snel mogelijk weer open. In de tussentijd gaan we bij Cinefiel nog een keer een quiz doen. In ieder geval eentje. En die is dan op 12 maart op dezelfde tijd. Dus 12 maart om 9 uur. Zet hem alvast in je agenda als je er ook bij wil zijn. Heel erg bedankt voor al jullie lieve comments. En voor al jullie scherpe comments. En heel erg bedankt voor het meedoen. Als je hebt gewonnen, stuur ons naar quiz@cinefiel.nl even een mailtje. En tot de volgende keer. Fijne avond. Fijn weekend.